op het moment als een sporter over de streep komt en ze zien een tijd op het bord, zal dat altijd een emotie oproepen, ten alle tijden. Voor jezelf weet je niet zo goed hoe je ervoor staat, omdat ja, het is bijna 2 jaar geleden dat je dus je laatste wedstrijd reed. Uiteindelijk doen we natuurlijk, doe je het voor wedstrijden rijden en prestaties neerzetten. Dus, als je bij de eerste wedstrijd echt mijlenver van je niveau af zit, dan weet je wel dat er nog veel moet gebeuren. Je schaadt natuurlijk een hele zomer en daar verwacht je gewoon wat van en je hoopt er wat van. Dan ga je die eerste wedstrijd rijden en dan weet je ook gewoon een beetje hoe je ervoor staat. De eerste wedstrijd is natuurlijk ook altijd wennen. Ze zijn altijd gewoon zwaarder dan als je veel wedstrijden hebt gereden. Het is altijd gewoon een beetje wennen. Kijk, en dat is wel gek als je laatste wedstrijd de Olympische Spelen is. Als dat je laatste meetmoment is en er ligt een hele grote, lange periode tussen en daarna ga je weer de baan op. Ja, dan weet je natuurlijk nog hoe het is om 6:14, 6:13 te rijden. Ja, dan moet je natuurlijk ook weer even aanwennen dat het lichaam dat op dit moment nog niet kan. Dus dat was ook wel misschien een beetje kloven waar ik even overheen moest. Wij rijden nu wedstrijden in aanloop naar een toernooi. Namelijk het World Cup kwalificatietoernooi. En die wedstrijden zijn ook een middel om beter te worden. Dus je bent benieuwd hoe dat er gaat. Je zet de wedstrijden ook in als een trainingsmiddel. Ja, in zoverre vind je dat spannend, omdat je wil dat net als iedere training dat goed gaat. En er komen wel andere elementen bij kijken bij een wedstrijd. Namelijk er komt meer stress, meer druk. Nou, bijvoorbeeld in het geval van Jan Blokhuizen kies je ervoor om 5 kilometer te rijden. Al redelijk vroeg, vroeger dan anders. En die 5 kilometer is echt een middel om uiteindelijk een veel betere 5 kilometer te rijden dan dat hij de afgelopen keer heeft gedaan. En het is dan onze rol als begeleidingsteam om te zorgen dat Jan ook het resultaat van zo'n 5 kilometer in een trainingswedstrijd ook in perspectief kan plaatsen. Denk ik, wat ik het meeste meeneem is dat je moet je gewoon weer afsluiten en helemaal op een 5 kilometer dan die 12 rondjes gewoon in de flow gaan zitten. En ik was met heel veel dingen bezig, met tegenstand die heel ver achter lag en ik heb een lege baan en dan rij je weer tegen jezelf. Dat is het denk ik met name, dat je dat een tijd niet gehad hebt. Want uiteindelijk als je, hoe beter je fysiek wordt, hoe dieper je ook weer mentaal kan gaan. En, dus dat is een beetje een wisselwerking. Dus. Dat is natuurlijk een heel ander traject dan dat je ieder seizoen uit een seizoen komt, een zomer draait en weer een nieuw seizoen ingaat. Wij vinden dat ze die wedstrijd ook echt nodig hebben om beter te worden. Vandaar dat we ook vroeg zijn begonnen met wedstrijden rijden. Normaal gesproken kan je ervoor kiezen om veel later te beginnen met het rijden van wedstrijden, omdat je net een seizoen achter de rug hebt. Ja, zo'n eerste 1000 meter gaat hartstikke lekker, alleen hij is gewoon heel zwaar. Ja, je voelt die verzuring, normaal weet je een beetje wanneer die verzuring komt. Ondanks je best wel lekker rijdt, dan komt die verzuring toch een stuk eerder. Ja, dan schrik je daar soms toch wel een beetje van. Dan is zo'n laatste rondje toch wel een beetje doorkomen. En normaal fluit je daar toch wel makkelijker doorheen. Als je dat dan een keer hebt gehad, dan gaat het de volgende keer waarschijnlijk gewoon veel beter. Omdat je er natuurlijk dan lekker aan gewend bent. Dan heb je dat al een keer in de benen gehad. Ja, als je gewoon al heel veel hebt gereden, is dat gewoon een stuk makkelijker. Een voorbeeld, Lennart Velema. Daarvan hebben we heel duidelijk voor ogen wanneer we goed willen rijden. En die loopt best wel goed op schema. Sterker nog, die loopt zelfs wel een beetje voor op schema. En dat is voor ons heel erg lekker. De route is duidelijk. En de manier waarop hij het uitvoert is gewoon beter dan dat hij dat in het verleden deed. En daar heeft hij een stap in gemaakt.
iedere sporter heeft daar moeite mee. Want er is niks prettigers dan altijd je niveau halen. Met ratio kunnen ze dat altijd wel redelijk onderdrukken. Maar op het moment als een sporter over de streep komt en ze zien een tijd op het bord, zal dat altijd een emotie oproepen. Ten alle tijden.